Een nieuwe dag, een nieuw duel voor onze sidekicks. Volg mee hoe Griet met haar visuele beperking het opneemt tegen scherpziende Ines in een sport voor blinden en slechtzienden. Vandaag draait alles om snelheid, want ze gaan tandemfietsen. Griet, we haalden een bronzen medaille met het tandemfietsen op de Paralympische Spelen in Tokio. Maar tandemfietsen, kunnen wij daar wat meer over vertellen? Tandemfietsen is een teamsport waarbij dat een ziend, valide persoon vooraan plaatst en een slechtziende of blinde persoon achteraan. En dan ga je gewoon samen zo snel mogelijk trappen en fietsen. Je kan samen winnen, je kan samen verliezen. Het is emoties delen. Alright, oké. Okay. Nee, goed, ik heb er zin in. Gaan we dat eens proberen, hè? Ik heb voor u een piloot meegebracht, Lothar. Hij zal u begeleiden op de tandem zo dadelijk. Voor mezelf zal ik fietsen met Jo. Ik stel voor dat we dan een keer een klein wedstrijdje doen. Hè. Maar voor het startschot gegeven wordt, verkennen Ines en Griet de fiets en het parcours. Helm op, wielershirt dichtgeritst en rijden. De benen zijn opgewarmd, de remmen zijn gesmeerd. Benieuwd welk duo we als eerste over de finishlijn zien rijden. En hier gaan we. Wat een sterke start van Ines en Lothar. Ze rijden meteen op kop. Maar natuurlijk komen Jo en Griet snel terug met al hun ervaring. De finishlijn is al bijna in zicht en Griet en Jo hebben de leiding. Kunnen ze die vasthouden tot de finish? Ja, natuurlijk kunnen ze dat. En Griet en Jo winnen op de tandem. Wil je zelf ook met de tandem rijden? Ontdek er alles over op gsportvlaanderen.be.